grapje, maar ik bedoel, moet je daarmee leren communiceren? Leren aanvoelen hoe zo'n paard in elkaar zit? Dat was bad, but okay. Ja, nee, een paard. Een paard dwingt je om aandacht te hebben voor het paard. Om present te zijn, om in het moment te zijn. En dus een paard kan je niks opdringen. Toch een getraind paard, wel, maar een wild paard in dit geval, kan je niks opdringen. Dus je moet kijken naar de signalen die het paard jou geeft, luisteren naar het paard. En daar proberen mee om te gaan. Dus ik spreek paard, ja.